Beste kijkers, het is vrijdagochtend 28 oktober rond de klok van 11 uur. En ik wil u nu alvast meenemen naar de weekgrafiek van AEX, DAX en Bel 20 om vast te stellen hoe we deze week gaan afsluiten naar alle waarschijnlijkheid. Als er niet veel gekke dingen meer gaan gebeuren vandaag, dan gaan we zo rond 6,61, 6,60 de markt uit. En dat betekent een kleine, magere witte candle, wel op een hoger niveau dan in de afgelopen twee weken. En de swingteller een tandje hoger. DBS met zijn tweede rebound stip en de RSI opkrullend naar de 50-lijn. Kortom, de rebound die eerder is ingezet vanaf de beroemde en beruchte 6,30, 6,27 zone, die krijgt een prima vervolg. En met deze voortgang. U ziet de contouren al staan, blijft de trading range intact en blijf ik dus vasthouden aan het steunscenario op 630 en een reële kans dat we kunnen aantrekken richting de 700 tot 720 passage. Misschien zelfs door naar 736, dat zou dan de bovenkant van de range gaan worden. De maand oktober is bijna afgelopen. Maandag nog eventjes de laatste dag. En dan gaan we kijken hoe we november gaan beginnen. En nogmaals met deze voortgang neig ik toch naar een voorzichtige voorsortering van een eindejaarsrally. Zolang de koers boven die 6,30 tot 6,40 blijft bewegen, houden we kansen op opgaande bewegingen, op een verdere reboundbeweging, zoals gezegd, tot misschien wel in de 700 zone. Dat betekent dat zolang de candles ook wit kleuren reboundposities gerechtvaardigd zijn, wordt bevestigd door de indicatoren. Dus de bulls, kom maar op, zij krijgen de gelegenheid om hun troefkaarten verder uit te spelen. Hoe is het bij de DAX? Heel klein minnetje op dit moment. En dan zien we daar ook eigenlijk een iets ander plaatje. Daar is nog steeds een ritme van lagere toppen, lagere bodems gaande. Maar wel met een 1, 2, 3, 4 witte candle op rij op een hoger niveau. En dat betekent dat daar ook de rebound nog in volle gang is. Bevestigd door de indicatoren. Swingteller naar plus 2. Maar let op, de dalende toppenlijn, de stippenlijn, die zou voor een rem kunnen zorgen in de bullenparade. Nog geen aanleiding om reboundposities op te ruimen. Daartoe is het noodzakelijk dat er eerst een zwarte candle verschijnt. Dus pas even op hier. Volgende week een zwarte candle tegen de stippellijn. Dat betekent toch de vorming van opnieuw een lagere top. En daarmee blijft dus die downtrend volledig intact. Het wordt een ander verhaal, wat positiever, als we de komende week boven 13.250 gaan bewegen. Dan heb je een reële kans dat we door kunnen naar de 14.000. En dat betekent dat de AEX en de DAX natuurlijk redelijk met elkaar in lijn liggen. Dus ook hier de reboundbeweging is gaande. Blijf zitten waar je zit, maar blijf alert op de beer, want die laat zich niet zomaar echt definitief verjagen. Dan de blik op de Bel 20 index. Onveranderd as we speak en deze toont dezelfde configuratie als de DAX, namelijk lagere toppen, lagere bodems, maar vanaf de 32,70 passage bevestigd door de indicatoren nu een keurige rebound gaande, ook hier voor de vierde achtereenvolgende week een witte candle. De FIBO-zone wordt binnengetreden en dat betekent dat er nog wel wat bij kan, misschien naar de 36,50. In ieder geval ook hier, zolang de candles wit kleuren, blijven de bulls aan zet in hun rebound en vergeet niet een rebound. Is nog steeds een opleving in een downtrend. Ik wens u voor straks een goed en plezierig weekend.